Toen ik hier aankwam rijden naar de nodige glijpartijen te hebben gezien onderweg, kom ik hier bij een veld waarvan de bovenlaag dusdanig glad is. In combinatie met de sneeuw die keurig is verwijderd, maar de ijsvorming die daar nog bovenop ligt, ja, kan ik de gezondheid van spelers niet garanderen, want de spierscheuring is zo opgelopen. Dit was geen twijfelmoment voor u? Nou ja, natuurlijk heb ik twijfel, want ik ben geen voetballer. Ik hoef alleen maar van A naar B te rennen. En voor mij gaat het prima op dit veld. En ik heb wel overleg en expertise van de trainers hierbij gevraagd. Want die hebben er meer verstand van dan ik. En die waren ook unaniem? Ja, die waren hierin heel vrij duidelijk. Alleen ik ben degene die de uitbeslissing moet maken. En die heb ik ook gemaakt. En nogmaals, ik denk het niet. Ik weet eigenlijk wel zeker dat hier niet gevoetbald kan worden. En hoe gaat dat normaliter? Is dat niet zoiets van, oké, nu is het een uur voor de wedstrijd afgelast. Ik had er niet een eerder moment, eerder vanochtend al een meetmoment kunnen zijn? Ja, natuurlijk kan dat. Alleen dat zou Groningen dan zelf moeten aanvragen bij de KNVB. Dan zal er een collega uit de buurt hier die dichtstbijzijnde woont. Er zijn gewoon schema's voor. Die zou hier eventueel vanmorgen hebben kunnen keuren. Ja, had dat volgens u moeten gebeuren? Nou ja, daar ga ik niet over. Ik kom uit het westen en daar scheen gewoon de zon met 6,5 graden in de plus. Dus ik kan me deze situatie ook niet voorstellen. Het was mij ook heel onwerkelijk dat ik ook hier naartoe reed en dat het gaat door. Dat was mij eigenlijk helemaal geen twijfel mogelijk, want ik sta vanmorgen op met een zonnetje 6,5 graden in de plus. Dus het is heel moeilijk om die omschakeling te maken als je uit het westen komt en dan hier naar het koude Groningen te rijden, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, algemeen directeur van FC Groningen Hans Nijland zei net voor de camera van ja, wij hebben eigenlijk niks meer kunnen doen. We hebben alles geprobeerd wat we kunnen proberen. Deelt u die mening? Wat is uw inschatting? Ja, wat ik aan inschat, denk ik wel. Maar nogmaals, dat is mijn inschatting. Ik ben er niet bij geweest. Ik moet het doen van de verhalen die mij aangereikt worden. En het enige wat ik moet doen is mijn expertise en mijn verhaal delen met de KNVB. Daar moet ik een rapportage van opmaken. Dat zal ik zo nauwkeurig mogelijk gaan doen. En dan is het niet meer aan mij. Goeie terugreis. Dankjewel.